goedemorgen allemaal. Mijn naam is Jesse en ik ga jullie namens het communicatieteam van de Kruiskerk de kerk laten zien. En veel plezier met deze video en ik zie jullie zo meteen weer. Goedemorgen allemaal. We zijn vandaag onderweg naar Huize Groenewoud, want we gaan bloemen ophalen. Ik ga vandaag helpen met bloemen bezorgen voor de namens de diaconie. Maar heel veel weet ik er eigenlijk niet van. En dat gaat Dick Groenewoud even anders uitleggen. Dus we gaan het wel opzoeken. En we gaan het wel horen. Oké, ik zit hier met de mannen aan tafel. Ze zitten nu nog lekker in het zonnetje te genieten. Maar zometeen moeten ze aan de bak. En wij ook, trouwens, met bezorgen. Maar ik ben even benieuwd van hoe zit nou precies die bloemenactie? We gaan even met Dick. Ja, normaal hebben we de bloemenactie in de kerk. Dat ieder gemeentelid een bos bloemen meebrengt. En na de dienst weer bloemen bezorgt. Dat verhaal kon van het jaar niet doorgaan. En daarom zijn we blij dat we van een familie van onze kerk, wat we zo noemen, 200 bossen bloemen geschonken gekregen hebben. En dat we toch nog een bloemenactie kunnen houden in deze coronatijd. Ja, dus mooi om te weten is dat dus een gezin uit onze gemeente deze bloemen heeft aangeschaft. Voor de mensen die toch eenzaam zijn. Dus dat is vooral toch wel de doelgroep. Of voor wie wil jij dat over vertellen? Voor wie zijn de bloemen? Naar wie gaan ze, zeg maar? Nou, de bloemen gaan naar de mensen in de kerk waarvan de wijk van mening is dat zij wel een extra steuntje kunnen gebruiken. Dus we hebben de namen doorgekregen van de wijken en predikanten. En die namen zijn verzameld en daar worden de bloemen vandaag morgen bezorgd. Oké. En tot slot, hoeveel mensen helpen nou bij deze actie? Kan je er wat over vertellen? Hoeveel mensen er nou precies gaan helpen vandaag? Zijn dus alle diakenen die zijn, de 16 stuks, en 12 mensen of 13 mensen die zich aangemeld hebben om ook bloemen rond te brengen. Het zijn orchideeën pakken. Ja. Dan moeten die heel lang goed en mooi blijven. Ja, mooi. Weten ze zelf hoeveel, de adressen weten ze al aan waar ze rond kunnen brengen. En dan kunnen ze hier het aantal pakken wat ze dan moeten bezorgen. Ja, want jij hebt een hele puzzel gemaakt met alle mensen indelen wie wat gaat bezorgen. Ja, en bij die indeling heb ik gezegd dat er geen keuze is wie wel waarheen kan brengen. Het is verdeeld op postcode, dat wel alles een beetje in de buurt zit per bezorger. En zo heeft iedereen gemiddeld zo'n 7, 8 adressen die vanavond of morgen kan rondbrengen. Ja, en misschien ook wel, het is natuurlijk in coronatijden. Zijn er nog dingen waar jullie dan nu extra rekening mee houden? Want ja, de bloemenactie kan natuurlijk niet zomaar doorgaan. Maar gaan wij dan die bloemen helemaal geven aan de ouderen? Of zijn er nog wel wat regels voor? Nee, we hebben afgesproken dat de mensen de bloemen voor de deur leggen. Het liefst ook nog niet op de grond. Ergens op een krukje, een stoeltje, wat ze zelf meenemen. Zodat de mensen niet, veelal ouderen, wat oudere mensen, dat ze niet zo diep hoeven te bukken om ze van de grond te rapen. We bellen aan. En dan doen we een paar stappen terug en kunnen we eventueel op afstand nog even een praatje maken. En op die manier is het de bedoeling. Oké, nou, we gaan het meemaken. Ik ga in ieder geval zo meteen een paar bosjes meenemen en dan gaan we langs de ouderen om de bloemen te brengen. Oké, ik moet bij nummer 107 zijn. Ik heb een bloem en een krukje om het op te zetten. Ik ben bij nummer 107. Ik ga even kijken of er iemand is. Zo, even voor de deur zetten. Dan aanbellen. En nu hopen dat er iemand thuis is. Jesper buiten nou. Hallo, ik ben een filmpje aan het maken voor de kerk. Vindt u erg als ik u ook film? Nee hoor, zijn die ook voor mij? Die zijn voor u, deze bloemen. Ja. Wat geweldig zeg. Is de kerk ook toch wel goed, hè? Nou, de kerk is heel goed, ja. Nee, het is zo dat de kerk heeft allemaal bloemen geschonken gekregen van een gezin. Uit de kerk ook. En die mogen wij dan namens de diaconie allemaal rondbrengen. Nou, hopelijk bent u er blij mee. Ik ben er heel blij mee. Goed zo. Als ik geen bloemen in huis heb, dan schijnt het op. Nee, en het zijn mooie orchideeën, hè, natuurlijk. Prachtig. Ja. Hele mooie. Mooi. Nee, ik vind bloemen prachtig in huis. Mooi zo. Nu zitten we veel in huis, hoor. Ja, ja, nee, ik weet het. Ik weet het. Ik wil me helemaal niet beklagen, echt niet. Nee. Want er zijn zoveel mensen. En dan denk ik, tot hier, daar geniet ik ervan. Ja, mooi zo. Mooi zo. Nou, dat is de bedoeling. En je moet van heel veel dingen. Als je om je heen kijkt, de natuur. Ja. Als je daar maar naar kijkt. Dat is mooi, mooi, mooi om af te sluiten. Ja. Ik ga weer door naar de volgende. Ja. En want we hebben nog wat adresjes te gaan. Ik ben benieuwd wat er... Nou, je ziet het vanzelf verschijnen. Dat lacht me na.
Ja. Ja? Nou, ik ga er weer heen. Mag ik je hartelijk danken? Tuurlijk. Ja, en de kerk, het is van de kerk uiteindelijk. Hè? Ik breng ze alleen rond. Ja. Bedankt. Oké, top. Ben je met de auto? Ja. Nou, fijne dag nog. Doeg. Super. Toppie. Doeg. Nou, dit is dus wat je wil, hè? Ontzettend leuke reacties van mensen. Echt. Nou, dit is fantastisch. Dit is echt leuk. En we gaan er nog een paar doen, want dit is echt fantastisch. Zo, ik ben weer thuis. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Ik wil nogmaals iedereen bedanken die met deze actie heeft meegeholpen. Daarnaast, de deur zit dicht. Dat is jammer. Ga ik even hier zitten. Daarnaast wil ik degene die de bloem heeft geschonken namens de kerk ook bedanken. Ik weet niet wie het is, maar nou ja. Degene wilde de naam in ieder geval niet noemen, maar top gedaan. Ik kan in ieder geval zeggen dat er 10 mensen heel gelukkig van zijn geworden. Maar ik denk dat er nog veel meer mensen heel blij zijn geworden met deze actie. En voor dit leuke filmpje geef dan even een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie bij een volgende vlog. Later.